the office into a living quarters. They lived there back there for 2 years. There was a total of 8 people that lived there. They had the non-Jewish friends kind of running the business for them. Zaterdag 13 mei 1944. Liefste Kitty. Gisteren was vader jarig. Vader en moeder waren 19 jaar getrouwd. Het was geen werkste dag en de zon scheen zoals in 1944 nog niet geschenen had. Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei. Hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar. De boom is al heel oud, hij is zeker 150 jaar oud. En Anne Frank heeft in haar dagboek een paar keer over de boom geschreven. Zij kon vanuit het achterhuis op de boom kijken. En je merkt op de manier waarop zij in haar dagboek over de boom schreef, dat het voor haar heel belangrijk was dat het eigenlijk voor vrijheid stond en voor buiten en alles wat zij op dat moment niet had. Het probleem op dit moment bij de boom is dat we een inrotting in de stamvoet hebben van meer dan 55%. En dat betekent dat de boom breukgevaarlijk is. En misschien dat je dit op dit plaatje kunt zien. Het roze en het blauwe gedeelte is aangetast hout en alleen het donkerbruine is gezond hout. En dat betekent dat alles wat paars en wat blauw is, is in principe verrot. We weten al heel lang dat de boom ziek is. Een aantal jaren geleden werd al gezegd van dat hij ernstig ziek was, maar er is van alles geprobeerd om de boom beter te maken. Dat is helaas niet gelukt en nu is dan toch het besluit genomen om de kapvergunning voor de boom aan te vragen. We vinden het natuurlijk heel jammer, want het is sowieso een hele erg mooie grote boom en natuurlijk ook vanwege de verbinding met Anne Frank. Tegelijkertijd is de boom al onsterfelijk gemaakt doordat hij in het dagboek van Anne Frank wordt beschreven. En wat we hebben besloten is samen met de gemeente en met de eigenaar van de boom, is dat op de plek van de oude boom een nieuwe boom, een nieuwe kastanjeboom geplant wordt. En dat is een end van de huidige kastanjeboom. Dus hij blijft voortbestaan. Er zijn 2 jaar geleden zijn er enten genomen van de boom. Dat betekent dat er aan de buitenkant de laatste topjes van de twijgen zijn afgeknipt. Die twijgjes die hebben we geënt op onderstammen, dus nieuwe wortelgestelletjes. En die worden nu opgekweekt. En de grootste boom is nu ongeveer 1 meter hoog. Thank you.
De boom blijft ook virtueel voortbestaan. We hebben begin van dit jaar hebben we een website geopend over de Anne Frankboom. En mensen kunnen daar op een blaadje van de boom hun naam achterlaten en hun woonplaats. En er staan nu al 60.000 blaadjes, zijn er al aan de boom geplakt, zeg maar, op deze website. Dus op die manier blijft de kastanjeboom ook nog voortbestaan.